En dat was Ingmar Bergman. En weer, ander onderwerp, is er een renner ontmaskerd. Zo net is bekendgemaakt dat de Spaanse wielrenner Mayo tijdens de laatste toerdag gisteren positief getest is. De Tour de France, dat weet u, die is voorbij. En Alberto Contador is in het geel Parijs ingereden. Maar was die ook de echte winnaar? Michael Rasmussen is in het geel door zijn ploeg aan de dijk gezet. En hij laat het er niet bij zitten. Rechtszaken zullen volgen. En we praten over het geheel met schrijver en wielrenliefhebber Tim Krabbe. Goedenavond. Goedenavond. Was die Contador voor u gisteren de winnaar van de Tour of absoluut niet? Absoluut niet. Nee, Rasmussen is, dat staat buiten kijf, de winnaar. Alhoewel het had, nou, ik geloof niet dat het echt nog spannend zou zijn geworden. Nee, hij is de winnaar. En dat blijft zo voor u? Ja, dat zal ik, mocht ik een historische wielersite hebben, dan zal er altijd blijven staan 2007, Michael Rasmussen. En u heeft natuurlijk niet gekeken gisteren toen de Tour binnenkwam in Parijs. Na alle ja, ik heb nog wel gekeken, want ik vind wielrennen toch altijd nog leuk genoeg om zo'n finale op de Champs-Élysées. Dat is ontzettend spannend en leuk om naar te kijken, dus dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb inderdaad de huldigingen heb ik niet meer bekeken. Is het de treurigste Tour aller tijden die u gezien heeft? Het was de schitterendste, niet aller tijden, maar het was een hele mooie Tour, zeker voor Nederland aan het worden. En het is inderdaad al een beetje een treurige farce geworden, ja. Laten we zo verder spreken. Eerst Michael Rasmussen, die likt in zijn huis in Italië zijn wonden. Hij werd woensdag ontslagen door de Rabo-ploeg, omdat hij gelogen zou hebben over zijn verblijfplaats in juni, de maand voor de Tour. Rasmussen die bereidt een juridische procedure voor tegen de Rabo-ploeg en hij sprak gisteren voor het eerst over het drama. Nej, de mener jo, at du aldrig nogensinde skulle have haft lov til at stille til start i Tour de France i forbindelse med alt den ballade, der har været om advarsler fra diverse antidopingmyndigheder. Men du er jo ikke blevet testet positiv for noget. Der er ikke nogen sag imod dig. Hvordan ser du på hele den situation? Nej, det er jo gevaldig hykleri, ikke? Altså, UCI har jo gentagne gange slået fast, at der overhovedet ikke havde nogen motiver for, at jeg ikke skulle stille til start i Tour de France. Og derfor så kan jeg slet ikke se, hvorfor at det skulle være tilfælde, at jeg aldrig skulle have haft lov til at starte. Michael Rasmussen in het geel en in betere tijden. Na een bergetappe wordt hij opgewacht door vrouw en kind. So Michael, what does it do to share this with your family? Oh, this is all I needed to make it the best day of my life, I think. This is absolutely wonderful to have this, have them here. It's like... Har du nogensinde brugt doping? Nej, det har jeg absolut ikke. Og igen, så må jeg slå fast, at siden den 29. eller den 30. juni, og indtil det øjeblik, jeg blev smidt ud af Tour de France, der havde jeg 17 kontroller. Og det kan jo kun... Det kan jo kun understøtte mine ord. Føler du, der bliver drevet sådan en klapjagt på jer cykelrytter? Nej, altså naturligvis så er der et problem, og der har været et problem. Problemet det bliver bekæmpet med alle midler, og problemet det bliver også, det bliver mindre og mindre, fordi at vi har et kontrolsystem, der fungerer. Men naturligvis så er det synligt for enhver, at cykelsporten og cykelrytterne bliver behandlet på en helt anderledes måde end andre atleter. Men hvad er det her kontrolsystem værd, hvis det alligevel bliver sat ud af spil af løbsarrangørerne i Tour de France til synlædende? For du er jo netop, der er jo netop ikke blevet indledt en sag. Nej, men det er jo så også det, at der gør hele situationen så meget mere frustrerende. For ikke kun mig, men for alle, tror jeg, ikke også. Jeg tror, de fleste... Læste jurister eller folk, der bare har gået en lille smule i skole, de godt kan se, at der er sket noget, som der ikke burde have været sket i den her sag. Men hvorfor tror du, at folk har været sådan ude efter dig i det øjeblik, at du kommer i den gule trøje? Jamen, altså, man kan sige, at den gule trøje har jo været meget hårdt jagtet de sidste mange år, ikke også? Igennem de sidste 10 år, ikke også, i hvert fald. Og senest med Landis, der blev smidt ud, altså der har måske været ovenikøbet en eller anden forventning i befolkningen om, at den gule trøje, ham skulle man i hvert fald have ramt på, ikke også? Og som jeg siger, jamen det, når man er i krig, så er det dem, der står forrest i linjen, man skyder på, ikke? Jamen, altså, Tour de France er jo det, som der definerer mig som cykelrytter, ikke også? Og sige, uanset hvordan at jeg blev behandlet, altså i det øjeblik, at
at jeg får muligheden for at stille til start igen, så vil jeg gøre det. Fordi det er det mest prestigefulde cykelløb, og den vigtigste cykelsportsbegivenhed hele året, ikke også? Armstrong var heller ikke specielt velset i Tour de France, ikke desto mindre, så mødte han op hver eneste år, 7 år i træk og baskede alle sammen, ikke? Dat was Michael Rasmussen. Tim Krabbe, gelooft u hem als hij zegt, ik was in Mexico? Ja, ik ben geneigd hem te geloven. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vind vooral dat het er helemaal niet toe doet. Hij mocht starten en wie weet om wat voor reden die dan ineens besloten heeft om naar Italië te gaan. En hij daar zijn mond over wilde houden omdat hij dat dan weer niet door had gegeven. Dat weet ik allemaal niet. Dat doet er niet toe. Liegen is een zo onvergelijkelijk klein vergrijp als je dat stelt tegenover wat hem is aangedaan. Ik zie hem als een kunstenaar die een levenswerk bijna voltooid heeft. En net voordat hij het kon voltooien, wordt het uit zijn handen gerukt en in de prullenmand gegooid. Het is, voor mezelf vergelijk ik het met dat ik een meesterwerk zou hebben geschreven. Het grootste meesterwerk uit mijn hele leven als schrijver. En men betrapt mij er ineens op dat ik het toetsenbord van mijn computer gestolen heb. En daarom mag het niet worden gepubliceerd en wordt het vernietigd. Zo ziet hij er ook uit. Een gebroken, maar dapper man, vind ik. Ik zou zeggen, de vergelijking gaat misschien meer op als u de helft van het boek had overgeschreven van iemand anders. Want hij heeft toch vals gespeeld misschien? Misschien, maar daar is niets van bewezen, er staat niets van vast. En bovendien, ik heb die formulieren bekeken die renners moeten invullen. Die zijn volstrekt onmenselijk. Als je weigert zo'n formulier in te vullen, heb je mijn zegen alleen al. Maar goed, het is een van de vele uitvloeiselen van de politiestaat die het wielrennen is geworden om die arme wielrenners voor de doping te beschermen. Ja. Nu is er voor hem een hele simpele manier om te bewijzen dat hij in Mexico was. Hij hoeft maar zijn paspoort te laten zien waar een stempel van de douane in staat van Mexico. Ja, nou. En dan is het klaar. Waarom zou hij dat dan niet doen als hij die bewijzen misschien op zak heeft? Ik denk dat hij dat achter de hand houdt voor juridische verwikkelingen die nog gaan plaatsvinden. Dat weet ik absoluut niet. En misschien was hij ook wel niet in Mexico. Maar nogmaals, dat doet niets af aan het feit dat hij talloze malen gecontroleerd is in die Tour en altijd oké was. En aan het feit dat er hem iets schitterends is ontnomen op zeer discutabele gronden. Ja, hij zegt zelf in het interview, het is alsof je een Picasso aan de muur had hangen en die heeft iemand van je weggepakt. Maakt het u überhaupt iets uit dat die wielrenners, we weten het van hem niet, maar van anderen wel, net is het laatste geval binnengekomen, dat ze doping gebruiken? Het maakt mij gek genoeg niet zo verschrikkelijk veel uit. En ik merk dat ook aan heel veel wielerliefhebbers die ik tegenkom. Het is niet zo dat iemand ongeloofwaardig wordt als hij geprofiteerd zou hebben van de ontzaglijke wetenschappelijke kennis die er is. Die het menselijk lichaam helpen. Maken. Er zijn allerlei uitvindingen gedaan om de mens sterker te maken, langer te doen leven, ziekte te weerstaan. En iedereen mag die gebruiken. Alleen sportlieden worden geacht in het jaar nul te verblijven. En dat is een strijd tussen twee dingen die gewoon niet vol te houden is. Die is niet te winnen door het jaar nul. Die zal in principe altijd gewonnen worden door de wetenschap. En het is niet zo dan dat de beste wielrenner met de beste apotheker uiteindelijk de ronde wint. Nou, dat zou een minimaal rolletje kunnen spelen. Zoals het nu ook een minimaal rolletje speelt. Dat sommige ploegen beter materiaal hebben dan andere ploegen. Armstrong kon het betalen om eindeloze tests in windtunnels te doen. Het konden andere ploegen niet betalen. De Tour de France heeft heel lang die ploegentijdrit gehad. Die een puur voorbeeld is van oneerlijke sport. Want wie meer geld had, kon betere kopmannen, betere tijdrijders kopen om dat te doen. We kijken even naar een andere deskundige nog. De Amerikaan Greg LeMond tijdens de spannendste Tour ooit. Hij wint in 1989 met slechts 8 seconden voorsprong op de Fransman Laurent Fignon. Een van zijn 3 toeroverwinningen in 1989. Dus Le Mans brak als eerste de discussie open over dopinggebruik. Hij bekritiseerde Lance Armstrong en adviseerde Floyd Landis vorig jaar, die betrapt was, om dat op te biechten allemaal. Een advies dat overigens genegeerd werd door Landis. En kort voor deze uitzending sprak ik met Greg Le Mans. Speciaal van Nova trok hij even een sprintje van 40 kilometer naar de studio in Amerika in Minneapolis. Well, I rode my bike to the studio. I live about 40 kilometers in. My son just got into bike riding last year, and so we were just in Europe last week, and
We did L'Étape de Tour, which is a ride. We did a stage of the Tour de France. Right. But we just rode into the studio, and I'm here to do do an interview with you. How difficult was it this year to look at the Tour de France and all the drama that you have witnessed and everybody else on the world? Well, most of the drama happened when I got back to the United States. You know, when I was there, I just love the Tour de France. I think it's the most unique sporting event in the world. It's one of the most beautiful countries to ever hold a bike race, and you know, it's a sport that I've loved and hated. I haven't liked the sport for quite a few years because of the doping problem, and I wanted to get back into professional cycling in some form or way to be part of a professional cycling team. But from what I've learned and heard for the last 10, 15 years, I could never be part ethically of a team because I don't believe riders could do well for quite a few years without taking drugs. You have to ask as a journalist every cyclist now, every rider, did you ever use drugs? No, I didn't. So was it the right thing that that the team fired him? Was it the right thing to do for Rabobank to fire him? I think it's if I have to think that there's something else, or he really did lie, and I think that it is a huge change in cycling. I think a positive change for a team with the yellow jersey. You know he's probably going to win the Tour de France. To take that drastic of a move really shows that the mentality has changed dramatically. And 5 years ago, this would never happen. Everybody in cycling would be trying to cover it up. So it's a good thing, you say? I think it's a good thing. I think I'm actually more optimistic about cycling today than I ever have been since I stopped cycling. Why? Because for the general public, it looks like a bloodbath, and it's only about dope, and Rasmussen didn't win the Tour de France. How can you be so optimistic at this low point in the Tour de France? Because it's a farce. It's always been a farce, especially since the advent of EPO. As long as it's an illusion. We've seen the Tour de France for the last 10, 15 years. It's an illusion that these guys were clean. The doping was going on, very highly organized doping by teams, not just in the 80s and the 70s as an individual taking his whatever he thought would help him. In the 90s and until 2007, a lot of doping programs were managed by doctors, teams, suppliers. And the pressure for an athlete, what an athlete wants and a cyclist wants, is a level playing field. They want to know that they can trust the system, and trust that they are catching riders. And I don't believe there's been a lot of confidence from the athlete's perspective, because you can tell when you're racing as a professional, it's unusual to have somebody all of a sudden above 30 win the Tour de France. Mm. It seems completely absurd. Do you think that Michael Rasmussen should admit that he used dope? I you know, the problem today in cycling is that I do not agree with people who've, like Bjarne Riis, who came clean, said what he did. I don't think the cycling world should out him. He volunteered his yellow jersey back. But if you looked at second and third that year, I mean, they should give up their places also. Same with Ulrich and anybody. I mean, I hate to say it, there's, you know, some American riders that have won the Tour, and there's as much evidence against them as any other athlete. Like Floyd Landis, Lance Armstrong, the guys who are do you the most, dare to name the names? I won't name names, but you've mentioned a couple that are quite interesting. It just takes looking at circumstantial evidence and the relationships of who they're with, it's not good. Very clear. Mr. Lemon from Minneapolis, thank you so much for your insights today. Okay, thank you. Greg Lemon is onverbiddelijk ook voor zijn landgenoten, voor Landis en Armstrong. En hij zegt met zoveel woorden, dat zijn ook jongens die zwaar gebruikt hebben. Ja, nou, Lemon heb ik altijd zeer bewonderd, maar
wat hij over Armstrong zegt, in een poging ook zonder zijn naam te noemen, vind ik nooit zo vreselijk mooi van hem. Omdat hij toch er erg onder leidt dat hij maar 3 keer de Tour de France heeft gewonnen. En Armstrong 7 keer. Dat... Kinderzinnen? Huh? Is het kinderzinnen wat hij doet? Ik vermoed dat en allerlei andere uitlatingen die ik van hem ken. Maar ik neem toch wel graag zijn opmerkingen serieus, hoor. Laat u zich overtuigen, want u zegt het maakt mij niet zoveel uit die doping. Terwijl hij is van de tegenovergestelde school. En hij zegt het is verpest de afgelopen 10, 15 jaar. Het gaat nergens meer over. Het is verschrikkelijk. Ik haat die sport. Nou, maar je vergeet natuurlijk dat van de 86.000 dopingcontroles in de afgelopen Tour zijn er 85.900 zoveel helemaal oké afgelopen. Dus er wordt misschien wel iets bereikt. Alhoewel, vroeger waren die percentages precies hetzelfde. Maar wat ik net al zei, je kan aan de uitwassen van dit systeem zien dat het niet werkt op die manier. Dat het echt een politiestaat is. Eddie Merckx vertelde iets zeer interessants een paar dagen geleden in een krant. Dat had hij van zijn zoon Axel gehoord. Die bij T-Mobile rijdt. En die hadden als een soort interne controle, hebben die renners van T-Mobile, om te controleren of ze bloeddoping hadden gebruikt, hebben 2 minuten lang koolmonoxide moeten inademen. Want kennelijk is daar dan iets mee, iets medisch waarmee je dan kan zien of iemand verkeerd bloed in zich heeft. Dat is niet gezond voor je. Dat is toch de wereld op zijn kop. Ja. Dat die ploegen en die mensen zijn allemaal zo in paniek geraakt. Zo verschrikkelijk bang dat ze dit soort dingen gaan doen. Vrijgeven doping of strengere controles? U bent voor vrijgeven? Zeker niet strengere controles, maar een nieuwe definitie. Kijk, dus, doping, een sticky roken is ook verboden. En waarom is dat verboden? Als je dat vraagt aan die voorzitter van de WADA, Dick Pound, dan zegt hij dat het verboden omdat wielrennen, dat is namelijk, dat is dus niet prestatiebevorderend en ook niet schadelijk. Dat is verboden omdat topsporters het voorbeeld moeten geven aan de jeugd. Dat staat in dat hele dopingcharter. En dat kan je daarmee dan dus volstrekt niet serieus nemen. Dus ik denk dat de wielrenners zich, ja, dat is niet haalbaar, maar zich los zouden moeten maken van de Olympische Spelen. Net als een aantal Amerikaanse sporten een eigen systeem zouden moeten samenstellen en zich daar dan inderdaad aan houden. Maar dat zou een veel en veel schappelijker systeem zijn. Is Rasmussen de tragische hoofdpersoon van een mogelijke nieuwe roman van Tim Krabbe? Rasmussen is, ik vind wat de Rabobank overkomt eigenlijk nog tragischer, al is het hun eigen blunder. Hè? Al die jaren lang zoveel mooie dingen voor wielrennen doen en dan door zo'n eigen blunder de vruchten ervan wegwerpen. U heeft uw rekening al opgezegd, las ik in de Volkskrant. Ja, nee, ga ik toch maar niet doen. Te ingewikkeld. Goed, zeer bedankt voor uw commentaar en uw komst. Oké. En daarmee besluiten we Nova. En laatste nieuws.